Yo mensen van Pretpark Loven en tof dat jullie kijken naar een nieuwe video. En ik sta hier terug op het plein waar ik de vorige video ben afgesloten. Ja, nadat ik alles heb moeten terug uploaden. Dus dit is dan een nieuwe video. Gelukkig is alles weer zoals het vroeger was. Ja, behalve dan de abonnees. Even laten inladen alles. Maar hier zijn we de vorige keer de video dus komen afsluiten met die attracties. En dan zie je daar misschien iets nieuws. Daar zo, hier, dat heb ik laten zien, dit heb ik laten zien. Maar dit is nog altijd niet klaar. Dit is al lang klaar. Ja, van de vorige video was het al klaar. Maar nu is het ook geopend. Maar dit is een gloednieuwe video. Gloednieuwe attractie. Als het er een beetje inlaat. Dat is wel minder laag is. Dan zie je dat Jilven Drummer. Ja, die Jilf moet nog even inladen. Ja, dat is Jonas. Kijk, dat is Jonas. Ik vind deze ingang is echt nice. Dan zit Jonas daar aan zijn drumstel. Hij noemt de Jilven Drummer Coaster. En dat, ja. Ik weet niet precies of ik hem kan doen, want misschien laat het heel slecht in. Kijk, hier is een radio-uitzending, hier, dat is het drumstel. Jonas moet daar zo zitten, moet nog iets gedaan worden. En hier is zo de radio-uitzending, die dan moet een random dude zenden met een koptelefoon. Hij neemt dat dan op. Ja, ik begrijp het wel. En hier even een doodgewone wachtrij. Dan kom je hier in de station en je kan dus hier zien hoe hij vertrekt op wie dat staat. Dus daar staat niet goed. Oké, nu loop ik nu op de pressure plate. En dan zal hij spawnen, maar ik ga eerst even dat dit hier zit. Oké, jongens, meer gaan we niet laten zien. Ja, en dan hier hebben we, ja, weet ik veel, iemand anders aangenomen of zo, niet echt aangenomen. Maar we hebben dus al een beetje een stuk of 6 verschillende mensen op onze server gehad. En iemand heeft hier al iets gemaakt en natuurlijk hebben we ook. Ja, ze hebben al, veel mensen hebben al. Een test willen doen om weer bouwer te worden. Dus we gaan even naartoe. Ja, vliegen op speed 10, maar we gaan even teleporteren. Oké, mensen, en hier dus heb ik ook nog niet gezegd. Hier komt dus meer ghostgebied, wat vroeger hier was vroeger Arabia. En hier komen dus nog meer. Ghost attracties in Ghost gebied is er trouwens helemaal niks meer. Het Frankenstein House is officieel weg. Ja, het Spookhotel staat er natuurlijk wel nog, want die is gewoon fucking pro. En ja, hier komt misschien al zo'n heel kleine attractie dus. En dus hier, daar zo, ga ik het spookhuis maken, maar heel anders. Een heel ander spookhuis. En hier komt een dubbele achtbaan, geen racer, want ik ga zo zorgen dat die perfect de bochten ingaan, dus dat degene die de buitenbocht moet pakken iets sneller gaat als ze perfect uitkomen als ze de bocht in zijn gegaan. Ik weet niet of jullie het snappen, maar ja, en dan is daar Arabia. We gingen een nieuw Arabisch stuk bouwen, wat dus ook al bekend af is. Hier hebben we dus een poort, hier een mooi dorpje. En dan hebben we hier de Alfabia, die jullie al kennen. Dat is de Alfabia, die hebben we gewoon gekopieerd naar hier. En dit is de boottocht, die daar ook stond. Ook gekopieerd. Ja, de Alfabia hebben we iets langer gemaakt, zodat we misschien over de boottocht kunnen gaan. En dat is wel goed, hè. Hier komt misschien nog een muur, dat bij die, wat daar staat. Ja, dat komt nog tot hier gekopieerd, en verder moet ik nog zien. Of we kunnen hier een poort maken naar een nieuw gebied. Ik weet niet of het er gaat komen, maar we hebben het over gehad. Maar misschien komt het er niet. En dan hebben we hier Dragon Palace. Dat is wel nice. Dit is Dragon Palace. En ja, twee draken voor de ingang. Zo. We gaan hem niet doen. En dan hebben we hier de ingang van Fata Piranha. Dus het is een rapid river zoals de Piranha, eigenlijk half Piranha, half Fata Morgana. Dus je gaat dus
Het is dus een rapid river, dus je vertrekt hier zo. Helemaal nog niks anders gebeurt, enkel een beetje baan. Zo van die, zijn ze van die akelige rotsen dat ik hier heb gezet. En nou, ik passeer hier een paar watervallen. Hier nog eentje. Dan hier, ja. Zoiets dus. In het echt is dit afzien. Nog wat watervallen. En dan kom je hier bij, in de Arabische stad op het eilandje. Dit is dus geen paleis geworden. Ik heb alleen wat Fata Morgana paleizen erop gezet. Dit is eigenlijk gewoon een eiland met wat Fata Morgana paleizen op. En dan is dus de bedoeling dat je hier binnen gaat en hier bouw ik een stad. Arabisch dus. En daarna gaat er een afdaling komen. Er zijn eigenlijk veel van plannen met de gebieden. Want ik ben nog niet klaar voor deze video. Arabia hebben we dus herbouwd. Ik zit eraan te denken om Mexico ook op een andere plek beter te maken. Want dit gebied is wel redelijk klein en er is geen... Ja, we ook kopiëren misschien, ja. Want... Ja, dan gaan die attracties die er zijn ook kopiëren. Misschien heel het gebied gaan we kopiëren, want het zag er wel goed uit, alleen een beetje te klein. Dus we misschien kunnen op een andere plek in het park ruimte maken om Mexico groter te maken. Maar we gaan nu naar hier toe en hier. Ja, hier wordt veel gebouwd, kijk. Er is ook al werk van mensen die er al zijn gejoined. Ja, en voor de rest is ook hier kranen die we gebruiken als er iets, als ergens aan gewerkt wordt, is er gekopieerd die dat gewoon en dat hier ook. En dit is die Arabische muur die er in het vorige Arabia ook al stond. Maar, ja, deze gaan we gewoon misschien ja, kopiëren. In Arabia waarschijnlijk wel. Want het is niet lelijk. Ja, dan zie je daar wel wat Star Tours, maar dan mogen jullie niet zien. Kijk, en dit ziet er wel goed uit van bovenuit, maar we gaan nu even weer terug. Ja mensen, we zijn er dus nu in Mexico en zoals je ziet. Zoals je ziet, kijk, hier is de poort. Eigenlijk mis... Nee, dat gaat niet, jongen. Dat is helemaal niet veel werk. Ja, dat is hier dus Mexico met die attractie en de mijnen. En kijk eens, wat een klein gebied. Als je dit een gebied kunt noemen en... Ja, erachter is eigenlijk wel ruimte, maar... Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk is hier ruimte. Heb ik eigenlijk even bekeken eigenlijk, maar... hier moet ik wel ruimte maken voor het spookhuis, want ik... Maar toch... Ik ga het spookhuis soms onder de grond maken, maar niet te veel. Dus ik moet een beetje zien of ik Mexico langer kan maken. En hier hebben we de Pop Launcher 5000, maar die zit onder de grond. Dus die zal wel niet in de weg staan. Kijk. Hebben we al redelijk goed genoeg plek. Moet ik dit een beetje uitbreiden. Want dit is wel lelijk als je hiernaar moet kijken. Maar. Ja, misschien maak ik het groter. Ik heb het spacegebied aan Space Mountain Collision Course aangebouwd. Hier moet natuurlijk ook wel wat dingen komen. Want alleen dit kan natuurlijk niet. Want ik dacht, ah, Space Mountain moet toch wel in een spacegebied zijn. Maar we gaan terug. We zijn op veel plekken bezig, jongens. Kijk, Tirol zijn we ook aan het herbouwen. Kijk, niet die Bobbaan, want die is gewoon goed. Die gaan we helemaal niet herbouwen. Maar de andere... Leek wel een beetje kaal voor een Tirols achtbaan. Deze twee gebouwen staan er nog altijd. Maar, zoals je ziet, is er een hele hoop veranderd. Kijk eens aan. Ik heb alles herbouwd en dit is eigenlijk terug de Wilde Maas. Ja, de vorige keer was er gewoon een achtbaan en dit is eigenlijk meer een Wilde Maas attractie. En in Indianengebied stond die eigenlijk al, maar die heb ik weggedaan. Kijk, die witte achtbaan is weg.
I don't know of jullie die ooit hebben gezien, maar ja, waarschijnlijk wel in de vorige video's, maar ja, aflevering 2 tot en met 7, maar zoals ik al zei, wie weet komen die nooit meer terug, dus kan je het nog niet zien. Maar boeit niet, die attractie die past helemaal niet bij dit gebied, hier moet nog iets nieuws komen. En dan heb ik hier de Wilde Muis opnieuw gemaakt en ik vind hem echt mooi. Wel extra huizen, sneeuw en ja, ga hier zo wat soepel door. En dan komt hier een beetje het Wilde Muisgebied. Ja, hier onder de grond door en hier even door het junglegebied. Ik vind hem wel awesome, maar het gaat even duren voordat deze geautomatiseerd gaat worden. Dus ik zeg het nog maar eens. Wil je deze server bezoeken? De deuren staan altijd open, elke dag. En de meeste attracties, ja, sommige attracties zijn meester, denk ik ook. Zijn automatisch, dus heb je geen medewerkers voor nodig. Dus ik laat nog eens een keer serveradres in beeld komen, nu. En ja, wat hebben we nog meer? Ah ja, China heeft een beta. Ja, of misschien moest ik het geen beta noemen, maar eerder een update. Want kijk, de stations zijn veel mooier geworden. De vorige die trok helemaal niet op Chinees. Maar ja, ik wist ook helemaal geen zak af van China. Dus ik heb het nu weggedaan. En de twee attracties die hier staan werken ook niet meer. En ze werken allebei niet meer. Maar ze moeten ook automatisch worden. Dus what the fuck. En dan heb ik hier ook al wat uitgebreid. Kun je hier onder de houten achtbaan doorgaan. En heb je hier een extra weg naar het Afrika Hotel. Wat al lang stil ligt, want er moet nog altijd eten gefixt worden. En sleutels. Ja, in het spookhotel zijn sleutels al gefixt. En in het Antarctica Hotel is eten gefixt, maar ja, in het spookhotel moet nog eten en hier allebei. Maar ja, dit is dus Afrika, hier hebben we ook al lang niet meer over gepraat. Oh nee, ja. Hier hebben we ook al lang niet meer over gepraat. Misschien weet niemand meer dat hier nog ligt. Dit is het Afrika Hotel. Ik zal misschien één. Oh. Ik heb hier een bordje hangen, maar niemand kan dat lezen. Kijk, we kunnen het toch niet lezen. Maar dan ga je hier naar binnen. Het is niet zo echt perfect afgewerkt hier, maar dat raam hier vind ik wel awesome. Zo'n gekleurd raam. Maar verder is er niet echt iets speciaals in deze kamer. En hier dan Congo restaurant. Ja, in het Romeinse stadion heb ik de koningsstoel mooier gemaakt, maar nee, ja, dat is dus de Hotel Maconga en hoor. Daar komt Hotel Gomfort en daar heeft nog niemand iets over gehoord en dan hier iets helemaal nieuws, dat is wel lang van. Maar ik weet alleen niet of iedereen dat al mag weten, dus ik heb er maar een vraagje bij. Maar we gaan naar Hotel Gomfort. Kijk, ik heb hier een rots gezet waardoor de attractie hier even onder gaat. Dat was vroeger echt heel anders. Dat is hier kaal en nu is hier echt zo mooi.
Hier hebben we afbakering, grondpoort, hotel, commission. Maar we gaan al laten zien wat het is. En kijk eens, dat is het Chinees hotel. Ik vind het al fucking nice geworden, maar het is natuurlijk nog niet helemaal klaar. Ja. Dan hebben we hier dus een poortje onder een huisje door, of onder een brug door. Dus hier komt nog allemaal water. Wordt allemaal wel gefixt. Maar lantaarns. En hier is dus, ja, dit is al een patroon op de grond. En dan hebben we hier dus het eerste deel van het hotel. Dit is dus het deel met de receptie en zo hier binnen. En hier zo. En daar zo komen dus nog extra. Ja, hoe noemde dat? Ja, gebouwen. Waarachter dus de kamers komen. Dus je moet zeker niet denken dat dit alles is. Daar en daar. Komen dus exact dezelfde kanten van elkaar. En daarachter komen dus de kamers. En het zullen er wel best veel worden. Maar deze hotel wordt gewoon echt heel erg groot. Dus mensen, dit was de video. Nou, ik ben eigenlijk een beetje moe om zo te praten, maar we gaan deze video gewoon uploaden en hierachter ligt dus. Oh. Mocht ik het laten zien? Ja, misschien zal het nog niet kwaad kunnen. De mensen kunnen het sowieso zien als ze hier komen. Ja, dat is dus het nieuwe ding, maar niemand weet wat het is. Ik ga het ook niet zeggen, niemand weet wat het is. Maar ik ga ook niet dat doen, anders is het veel te duidelijk. Maar mensen, dit was de video. Like en abonneer. En reageer ook, maar ja. Dus ik zeg, later mensen, doei!